Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik heb twee dingetjes, maar eerst. Hij slaapt. Sst. Maar ik heb twee dingetjes. Ik heb dit nou al, weet ik het hoe vaak opgenomen, want ik wil dat het goed uitgelegd wordt. Even een disclaimer. Ik heb een Facebookgroep aangemaakt. En dan zou je denken, Mandy, waarom heb je een Facebookgroep aangemaakt? Nou, om heel eventjes een uitleg te geven. Ik merk dat er een bepaalde zorgvraag is, een bepaald verhaal dat mensen willen vertellen. Het zij hun eigen verhaal, het zij verhaal van waar hun mee zitten of wat dan ook. En op bepaalde vragen bijvoorbeeld kan ik geen antwoord geven. Maar ik weet zeker dat iemand anders dat wel zou kunnen. Nou is het zo, wij zijn natuurlijk ups en down begonnen, dus dit kanaal. Omdat ik andere mensen wilde laten zien hoe dat het voor ons is om een kind met een handicap te hebben. En ik weet dat wij heel veel mensen hebben die een beperking hebben. Het zij lichamelijk, het zij geestelijk. Of ze kennen iemand met een beperking, of maakt niet uit wat. Maar ik ben wel van overtuigd dat we elkaar kunnen helpen. En ik denk, ik maak een Facebookgroep aan. Mensen, heel veel mensen hebben Facebook. Niet iedereen, dat weet ik, ben ik mij ervan bewust. Ik heb ook natuurlijk een Instagram-account op Instagram, ups en down. Maar ja, ik denk, ik kan wel een profiel gaan aanmaken. Maar ik denk dat we elkaar meer kunnen helpen als we gewoon een groep aanmaken en gewoon samen één community vormen. En met die community bedoel ik dan elkaar met respect behandelen. Elkaar als een vol mens zien. Niet dik mens, gewoon als echt mens. Een volledig mens. En dat is wat er af en toe toch in de wereld aan schort. Dat mensen elkaar niet voor vol zien. En ik wil wel dat dat op die groep gedaan wordt, bijvoorbeeld. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, zoals ik al zei, wij zijn dit begonnen omdat ik wilde laten zien hoe een leven is met een kind met een beperking. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zelf hun verhaal kwijt willen of wat dan ook. En ik denk dat het vrij belangrijk is dat mensen dat kunnen delen met elkaar. En ik denk ook dat als er een bepaalde hulpvraag is en iemand die in Friesland woont en iemand die in Limburg woont elkaar daarmee kunnen helpen, zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Vandaar dat ik dit heb aangemaakt. Als je de groep zoekt, hij heet Ups and Down, maar ik heb ook een linkje van Facebook onderaan in de beschrijving staan. Staat onder de Instagram linkje. Staat onder het Instagram linkje. Ja, dus dat. Even nog een side note daarvan. Ik sta daar met mijn persoonlijke Facebook-account aan gelinkt. En nou is het niet zo dat iedereen mij een vriendschapverzoek mag en kan sturen. Want die accepteer ik niet. En dat is niet omdat ik niemand lief vind. Want ik vind jullie allemaal lief. En ik probeer ook altijd op iedereen te reageren. Enzovoorts, enzovoorts. Maar dat is gewoon echt. Ja, daar staat mijn familie op, daar staan mijn vrienden op, daar staan mensen op die ik ken. Daar ben ik 100% Mandy. Ik ben 95% Mandy in de vlogs, maar ik ben 100% Mandy daar. En ja, dat is gewoon mijn persoonlijk iets. Ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen. Nogmaals, dat is niet om vervelend te doen of zo, maar ook ik ga daar plaatsen natuurlijk op die Facebookgroep. En ook ik ga reacties geven, dus jullie gaan mij toch wel zien. Ja, daar ga ik mij niet voor verschuilen. Maar ik ga geen vriendschapverzoeken accepteren. Dat doe ik sowieso eigenlijk nooit van mensen die ik niet ken. Dus in dit geval, mocht ik je wel kennen en ik accepteer je vriendschapverzoek niet, neem het niet persoonlijk. Dat is de reden. Volgende. Ik heb kerstkaarten. Die heb ik nog niet verstuurd.
Ja, ik heb in een van mijn vlogs gezegd, ik wil kerstkaarten versturen naar mijn trouwe kijkers. Wil ik nog steeds, ben ik niet aan toegekomen, mensen die ons volgen in de vlogs, die weten dat. Ik heb denk ik ook wel bepaalde begrip van jullie daarin, hoop ik, denk ik. Zie me als vol mens, laten we het daarop houden. Maar ja. Ik wil ze toch nog versturen. Ik heb 10 kerstkaarten. Ik geloof nooit dat er 10 mensen een kaart van ons willen. Nooit. Zijn het er 15? Wil ik nog wel kijken. Zijn het er 20? Moet ik toch echt wel eventjes gaan nadenken. Maar in principe 10 mensen. Wat moet je daarvoor doen? Wil jij wel een kaart van mij, Niels, Jordi, Liam en Sam en natuurlijk Joef hebben? Dan moet je het volgende doen. Je hebt trouwens tot zondag 19 december hiervoor. Want ik wil de 20ste echt alles op de post hebben. Zodat je het waarschijnlijk nog voor de kerst binnen hebt. Maar wat moet je hiervoor doen? Ik heb sowieso een Instagram account van Ups & Down. Stuur daar een privéberichtje naar mij toe. En zeg wie je bent. Geef je adres. Wij doen alleen een kerstkaart sturen met dat adres, hè. Dat beloof ik. Wij doen verder niks met dat adres. Op het moment dat ik het adres heb genoteerd, verwijder ik dat berichtje gelijk. Is het niet meer te gebruiken, zeg maar. En ga ik de kaart schrijven. Dus dat. Maar heb je nou geen Instagram account, maar wel een Facebook account, dan geef ik hiervoor, maar ook echt alleen hiervoor, toestemming om mij een privébericht via mijn Facebook te sturen. Geen aanmelding voor vriendschap. Nee, echt gewoon een Facebook privéberichtje. Zo'n messengerbericht. Daar geef ik toestemming voor. Ga jij van alles lopen spammen, dan blokkeer ik je ook echt. Dat wil ik wel even verteld hebben. Geef ik nu toestemming voor, hè? Niet voor over volgende week of zo. Nee. Daar geef ik nu toestemming voor. Dus dat moet je doen. Nogmaals, wij gaan de adressen niet gebruiken voor iets anders als alleen dit. Want ik verwijder je bericht echt weer zodra ik je adres heb. Dus dat is wat je moet doen. En je hebt tot zondag 19 december. Dan kan ik ze de maandag op de bus doen. Nou, dat is de bedoeling. Leuke dingetjes, toch? De reden dat ik ook echt waarschuw voor mijn privé Facebook, mocht dat nog niet duidelijk zijn, dat is gewoon echt privé, privé, privé. Daar staat gewoon echt familie op. En mijn vrienden, mijn dichtstbijzijnde vrienden, ja, daar ga ik gewoon niet openbaar zetten of wat dan ook. Dat doe ik gewoon niet. Maar je hebt bij deze wel toestemming om voor het adres een privébericht te sturen. En ga niks spammen, want daar heb je echt bij mij niks aan wat dat betreft. Oh, en ga ook niet als een gek onderaan in de reacties je adres zetten, want ik verwijder dat bericht en daar doe ik helemaal niks mee. Want ik vind niet dat de hele wereld dat hoeft te weten waar je woont. Dus dat. Mocht er nog iets niet duidelijk zijn, vraag het gerust even in de reacties. Ja, bij deze. Ben je een kerstkaart van ons? Ik heb er 10. Mag. Gewoon doen. En wij vinden het ook echt leuk om te doen. Dus twijfel daar niet over. Ben jij iemand die altijd kijkt, waar ik wel eens op heb gereageerd of wat dan ook? Stuur gewoon dat privéberichtje. Doe dat gewoon. Maak je eigen niet druk. Ik vind dat leuk. In ieder geval. Ja, heb je dus nog vragen? Stel ze vooral even onderaan in de beschrijving. Heb je nog vragen? Stel ze even onderaan in de reacties. En meld je eigen aan voor de Facebookgroep. Gezellig, leuk, positiviteit hebben we nodig. Elkaar helpen. Top. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Ja, mocht ik geraaskalkt hebben, sorry. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.